op de locatie Zeeland van ProPersona. Vandaag gaan we weer een hele kleine mooie wandeling maken over het terrein hier. Waar je bij op moet letten is dat we hier binnen een hekwerk zitten en dat hier geen auto's op het terrein komen en dat je fantastisch kunt genieten van allerlei natuurlijke geluiden. En wat we dus hier doen is, de gazons die we hier zien liggen, die worden niet meer 24 keer per jaar gemaaid, die worden niet meer bemest. Wat wij willen is door verschalend beheer, dat wil zeggen één keer per jaar maaien, hooiland beheren en afvoeren. En af en toe wordt dat nog een beetje versterkt, want wat wij ook doen is hooitransplantatie. Andere locaties van ProPersona hebben al hele mooie natuurlijke stukken met heel veel mooie plantjes. En dat is gehooid en die zijn door de groene aannemer van ons hier naartoe gebracht. En heel mooi is dan dat hier met behulp van bewoners dat maaisel uitgestrooid wordt over de al wat arme gronden en automatisch ook het zaad uitgestrooid wordt en dat je dan binnen een half jaar een explosie krijgt van ontzettend veel heel mooie plantjes die op hun manier weer heel veel insecten aantrekken en die insecten die trekken weer heel veel vogels aan en die vogels trekken weer andere predatoren aan. Dus kortom, als je een keer op de locatie Zeeland komt, laat je verrassen en geniet van de overweldigende stilte en de daaraan gekoppelde natuur hier. Maar wat er eigenlijk gebeurt in de herfst is dat wij zien eigenlijk de feitelijke kleur van een boom. Want iedereen die vroeger op school biologie heeft gehad, die heeft het assimilatieproces gehad dat door middel van bladgroen en zonlicht wordt geassimileerd. Nou, bladgroen is een stofje, die kleurt het blad dus groen, maar dat is een heel duur stofje om voor een boom om aan te maken. Hoe slim is die dan? Onder invloed van daglichtlengte en temperatuur weet hij de herfst komt eraan. Dat dure goedje wat ik dan aan zou moeten maken trek ik terug in mijn wortels. Trekt heel langzaam terug uit de bladeren. Er blijven nog wat suikers, die ook worden gemaakt in het assimilatieproces, achter. Het wordt kouder, het gaat vriezen. En dan krijg je die prachtige vlammende herfstkleuren. Dus uiteindelijk zie je nu in de herfst de eigenlijke kleur van het blad. En in het voorjaar loopt het blad uit en dan ondertussen wordt via de sapstroom volop de bladgroenkorrels weer teruggepompt. En dan zien wij het blad weer groen. En deze boom die komt volgens mij op iedere locatie van ProPersona komt die voor. Dit is namelijk de boom der psychiatrie. Want dit is een notenboom. Voor de vrouwelijke kijkers, als je die noot, als die op de grond valt, dan zit er altijd omheen een schil. En die schil, daar krijg je ontzettend bruine vingers van. En wat je moet doen, is een half liter water, 10 van die schillen, een dag of 3 laten trekken, afgieten en het afgietsel bewaren. En dan kun je dan, de dames, mannen kunnen trouwens ook, dan kun je op een natuurlijke manier je haren van notenaftreksel kastanjebruin mee verven. En dat blijft ongeveer 3 maanden op in je haren zitten. Dus. Nou, wat je krijgt is ook specifiek een groeiing. En we zijn hier in Brabant. Had men geen elektriciteit, hadden ze een olielamp. Ze verbouwden zelf koolzaad en die werd door de molenaar gemalen en dan komt daar olie uit. En dat ging in de lamp en dan ging dat wel eens een beetje kwalmen en dan wordt het glaasje wat zwart. En dan gebruikten ze die, is heerlijk zacht deze, en om de binnenkant van de lamp mee schoon te maken. Vandaar de naam lampenpoetsers. Heel vaak krijg ik in het kader van het nieuwe beheer de vraag van die molshopen. Nou, voor ons is dat geweldig, die molshopen. Waarom is dat? Die mollen zitten de hele dag grond naar boven te brengen. En hieronder zit voedselarme grond. Maar wel een heleboel zaadjes. En Brabant is vroeger de Peelers een groot heidegebied geweest. En wat je dus ziet is dat die mollen die heidezaadjes naar boven brengen. En dat ligt hier. En die heidezaadjes zijn hartstikke oliehoudend. Blijven 100 jaar goed. Doet zich het geschikte moment voor. Warmte is zon. Water is regen. En licht, dan gaan ze ontkiemen. En dan heb je heel snel hier het oude beeld van heide en knapheide. Dat is brem. Dat komt allemaal terug. Waarom werden vroeger mollen met de schop gevangen? Het mollenbont was ontzettend veel goud waard. Want mollenbont, dat heeft geen vleug, noemt men dat. Mollen kunnen in die gang die ze graven net zo hard vooruit lopen en ook net zo hard achteruit lopen. En zou er die haren
tegen de wind in gaan strijken, laat ik het maar zo, dan bleven ze hangen in de gang. Vandaar dat die haren heel snel zo. En heb je een handtasje wat vroeger gemaakt was van mollebond, dan kun je hem wrijven, staan alle haren die kant op. En doe je zo, staan alle haren die kant op. En dan word je alleen anders van kleur. Dat is de reden waarom mollen vroeger ontzettend bejaagd werden voor hun bont.